Je kijkt naar nieuwe Deedles, vandaag vanuit het Mauritshuis. Hey, wij zijn Lindy en Babette, we werken allebei bij Shell en wij maken vlogs. Deedles. Tada! Het Mauritshuis dus. We staan hier met Sabrina. Wat doe je precies bij het Mauritshuis? Ik ben restaurator in het Mauritshuis. Wat heeft het Mauritshuis nou met Shell te maken? Nou, we doen onderzoek samen met Shell. We zijn aan het kijken of we de schilderijen van Jan Steen beter kunnen dateren met behulp van natuurwetenschappelijk onderzoek. Met verfmonsters die we nemen en analyseren op het lab in Amsterdam. Jullie mogen meekijken. Gaan meekijken. In het atelier en in het lab. Gaaf. Dus dit is een echte Jan Steen? Dit is een echte Jan Steen waarbij ik nu een verfmonster wegneem aan de rand. Uit de groene partij. Daar gaat het. Dus dit is het verfmonster. Dus dit gaan we zo naar Ralf brengen? Ja, nadat hij ingebed is. Het blokje is nu uitgehard. Het gaat in deze houder, zodat het op deze machine geslepen kan worden. Nou, die Jan Steen aan mij over. Het monster. We zien jou in het lab, toch? Ja. Op naar Amsterdam. Dat kan natuurlijk niet zo, nee. Want we moeten incognito. Daar gaan we. Ben je er klaar voor? In je zak? In mijn zak. In mijn zak. Onherkenbaar zijn we. Barre tocht. Het is gelukt. Het is gelukt. Zo kunnen we natuurlijk niet naar binnen. Terug in een lab-outfit. In een lab-outfit. En we hebben hem veilig overgebracht. Ik heb gehoord dat Ralf en Sabrina in het lab zijn. Ja, dus die zijn er. Tada! Dankjewel. Wat gaat er dan hier gebeuren? Nou, we gaan kijken naar die samenstelling van deze monster. Dit is een heel mooi microscoop. Dat zouden we hopen heel interessant worden. Gooi die Jan Steen maar erin. Hier de foto met de gewone lichtmicroscoop. Blauwe deeltjes genaamd smal. Kleine stukjes blauw glas. En die hadden de neiging om nog wel eens te ontkleuren. Maar het is ook een goede marker om te zien in welke periode van het oeuvre van Jan Steen dit gebruikt kan zijn. En we hebben nu ingezoomd met de elektronenmicroscoop. En dat zie je dus ook heel mooi in dit plaatje, dat al deze groene siliciumdeeltjes is smalt. Maar er zijn er nog maar een paar die echt blauw gebleven zijn. De rest is eigenlijk ontkleurd. Achter ons gaan de experts lekker verder. We hopen dat er een mooie datum uitkomt. En wij gaan weer vandoor. Steen. Wij gaan op naar de volgende Deedles. Doei! Het lijkt wel gewoon een stuk steen. Een stukje rots of zo. Het is ook een stuk steen. Ja, het is een Jansteen. Haha, wijsneus.